Een hele goede morgen zonder zorgen allemaal. Je ziet mijn gezicht niet eens door deze pet. Dat is misschien ook wel een keertje spannend. Zal ik hem even omdraaien anders? Is beter, hè? Gadverdamme. 3, 2... Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben gisteren begonnen met repetities voor jeans. Alleen gisteren was natuurlijk mijn batterij leeg, zoals jullie van me gewend zijn. Dus vandaag is het helemaal opgeladen, fris en nieuw. En neem ik jullie mee op pad. Maar ik ga dus eerst even in mijn oude straat naar de dokter. Dat komt omdat ik onlangs ben verhuisd. Onlangs is ondertussen al bijna een half jaar geleden. Een doorverwijzing vragen naar de KNO-arts. Want ik wil gewoon even een check-up na mijn laatste keelontsteking. Ja, laten we hopen dat ze een wondermiddel hebben. Goed, ik ben net teruggekomen van de dokter. Het was weer een dik vet feest. Ik moet even bloed af laten nemen om wat dingen uit te sluiten. Diabetes en zo. Nou ja, ik weet niet waar jij diabetes ziet. Maar goed, ik niet. Onze lieve vriendin Lise van der Laan. Je kent haar misschien van Dancing. Zij zit ook bij ons in de show. Het is heel ver weg vanaf het station. Ik vind dat heel ver weg. Een kwartier lopen. Ja, pff, nee. Dus ik word hier opgehaald door mijn lieve collega. En dan gaan we samen naar de repetitie. En vandaag beginnen we met dans met onze choreograaf Ivo Chundro. En zijn assistent choreograaf Samantha de Water. En vanmiddag gaan we lekker zingen met Eveline. Die prachtige arrangementen heeft gemaakt. En iedereen zit je zo aan te staren als je zo'n camera in je handen hebt. Dat denk ik wat. Wil je ook met de film? Daar is ze. Lise van der Laan. In de Fiat 500. Kenteken onbekend. Kan ze al praten? Nee, serieus niet. Vriendin? Het is nog steeds dit. Het is beter. Komt die vlogcamera tevoorschijn, dus iedereen, oh de vlogcamera. Maar wacht maar, één keer maak je een shot en ze springen allemaal in je beeld. Hi. Zo gaat het altijd met die mensen. Ik zie er swaggies uit. Hoi jongens. Zijn jullie al warm? Nee. Geen profs. Ik hou ervan. Here we got a beautiful assistant choreographer, Sammy the Water. Poppie, wat gaan we doen? Ja, we gaan lekker opwarmen, maar ik moet eerst even mijn DJ skills vinden om dit aan te krijgen. Ja. Jongens, iemand verstand van knopjes? Kijk dan, dit is toch echt net een VIP? Ik ga stuk, Sam de DJ. Ja. Heb jij een bandje? Mag ik je bandjes zien, Guus? Ja! Dat was het, oké. Okay. We zweten, dat was ja, de bedoeling. Dat ligt niet te doen. Dat ligt niet aan onze slechte conditie. Het ligt aan de warme studio. Ja. Het gaat goed. Ivo, de choreograaf, is gearriveerd. Ik heb je nog niet voorgesteld aan de lieve kijkers. Of jij je hebt jezelf nog niet voorgesteld aan de lieve kijkers. Nee, op deze manier wil je me voorstellen. Ja, gaat goed toch? Ja. Ivo, de choreograaf, Samantha, assistant choreographer, hadden jullie al gezien. Maar was dat en Evelien... Maar was dat het voorstel? Ja, mensen moeten toch weten wie je bent, Ivo. Ja, maar dan moet je dan toch een beetje leuker doen. Ik sta hier met de choreograaf Hallo! Van Jeans, Ivo Chundro. We kennen hem allemaal. Nee, je moet wel daar kijken, schat. Wat een... Oh, ja, niet naar het schermpje, anders hebben de mensen niet het gevoel. Oké, cut. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kans. Zo, de repetities gaan lekker en wij zijn nu lekker aan het lunchen buiten.
super cute in deze mega grote witte stoelen van de IKEA, hashtag ad, dacht ik, is het misschien wel even leuk om jullie voor te stellen aan de nieuwe castleden van Jeans. Nou, daar gaan we. Ik heb van iedereen een leeftijd nodig en een naam. Waarom zo dichtbij? Ah, oh, ik ben Melanie, ik ben 28 jaar. Het gaat, Lise, 28. Liefies, Victor, ben 25. Hey. Guus, 25 jaar. Oh. Ik ben Lisanne en ik word morgen 24. Oh. Ik ben Amanda, ik ben 23. Ik ben Falou Kassé en ik ben 28. Zo boos, zo boos. Ik ben Eveline en ik ben 18. Eveline is 36 en ze maakt onze arrangementen. En daar gaan we vanmiddag een stukje van... Gillen. Nou, of misschien ook niet. Dan moet je kaartje kopen. Vind ik. Oké, okay, eet smakelijk, doeg. Ik heb mijn shirt even uitgedaan, want het is veel te heet. En, zoals ik net zei, we gaan nu door met de zangrepetitie. We hebben gisteren al best wel veel gedaan. Dat is. We hebben gisteren best wel veel gedaan. En we hopen dat er nu ook weer een paar vette nummertjes vooruit komen, hè? Niet? Dat lijst zijn we samen bereiken. Daar moet je echt niet over maken. Het gaat dan puur om de sound. Ja. En als tijdens de montage blijkt dat het dat wat het niet aankwam, dan zeg je dat dan. En dan kunnen we dat ook altijd nog aanpassen. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Ja. 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 Jongens, applaus voor Eve. Kom op. Morgen alleen maar dansen. Dus dan hoeven we haar gelukkig niet te zien. Nee. Maar donderdag alleen maar zingen. En dan krijg je haar de hele dag te zien. Ik ben lekker thuis. Het chillen is dus. Mijn vriend was 3 weken weg. Omdat hij een klus had in België. Voor een hele gave show. Maar die is nu gelukkig weer terug. En gisteren kwam ik thuis en toen stond het eten op tafel. Dat is echt het allerbeste wat je kan overkomen. Helemaal. Zo, gaat het? Oké. Okay. Hoi. Hallo. Oh, lekker schat. Goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. Ik zit op mijn plekje. Op mijn ophaalpunt. Lisanne, onze collega, is vandaag 24 jaar geworden. Of 23, of 25. Veel mensen zijn iets van die leeftijd, dus ik weet het even niet. Vandaag gaan we de hele dag dansen met Ivo en Samantha. En vanavond gaan we even een drankje doen voor Lisanne de verjaardag. In de glorie. Ja, 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 ja. In de glorie. Hyper de bie. Ik ga even een drankje doen bij Zurich. Het heet Zurich. Ik moest even nadenken. Ik ga even kijken wat ik ga aantrekken. Ik vind dit helemaal leuk. We doen dit. Lekker niet gestreken. Ik hou ervan. Dat is het. Oh. Ik heb een nieuwe naam. Maar ik snap het niet. Ik ook niet. Niemand. Het komt niet eens in de buurt van Lisanne. Meid, wat drinken we? We nemen vandaag een heerlijke wijn. Kijk eens wie daaraan komt gewandeld. Er zit één wijntje in. Wat gebeurt er? Gloria! Hoera! Hoera! Schud, we gaan. Fijne avond. Morgen hebben we zangrepetitie de hele dag. Jij moet vocaal aan zijn en vooral niet dronken worden. Heb je het? We hebben nu even 5 minuten pauze en het lijkt me wel dan de uitgelegen kans om, ik weet niet, is dat een woord, uitgelegen kans?
Nobody gives a shit. Het lijkt me nu een leuke kans om even te laten zien waar we repeteren. Hier in deze mega grote studio met al dat glas om ons heen hadden we denk ik in februari of maart of zo hadden we auditie. En toen stonden we hier nog met een stuk of 17, 18 kids. En nu zijn we nog met z'n achten. En ja, leuk. Wel jammer dat we niet hier de hele dag repetitie hebben. Want dan heb je lekker het uitzicht van buiten. Mensen kunnen niet naar binnen kijken, maar wij wel naar buiten. Dus dat is altijd heel prettig. Maar ja, we zijn maar met z'n achten, niet meer met z'n achttienen. Dus we hebben gewoon een kleinere studio. En Lisanne is ook aangenomen, ja. Je weet dat je zo op internet komt. Ja, met... Oké. Okay. En daar is Tommy Christian. Hij repeteert ook voor een show. Ga je lekker? Ik ga lekker. Hoe ga jij? Auw! Oh, dit sloeg echt nergens op. En de echte prof doen in een 5 minuten pauze even een bubbelrondje, toch schat? Hoe werkt het nou precies? Je krijgt sushi date van me als je goed kan vertellen hoe dit werkt. Nou, dit is een laks. Kijk hoe gierig ze is voor die sushi date. Welkom back. Vandaag was de laatste dag van mijn jeans repetitie van week nummer 1. Alles ging toppie. En ik ben nu even, of ik mag geen ik zeggen. My lovely husband is lekker een maaltje aan het bereiden voor mij, hemzelf en mijn zuster Jada is hier in de house. Hi. Hey girl. Wat gaan we doen, girl? Make-up nog niet. Oh, nee, ik bedoel echt meer van, zeg nu ook van, yeah, Ariana Grande, going to the studio tonight. Ja. Yeah. Ja, laat maar hoor, zo is het niet meer leuk. Jouw bitch. Mijn bitch. Nou, bel er dan even voor VIP tickets in plaats van eerste ring. Ja. Ik was vergeten de vlog af te sluiten. Dus ik wilde gewoon nog heel even zeggen hoe geweldig mevrouw de Groot was in de Ziggo Dome. We hebben een paar stukjes gefilmd met mijn telefoon. En daarbij wil ik graag deze vlog afsluiten. Ga ik lekker mijn dingen doen, hè? Ik weet niet waar dat op slaat, maar goed. En kunnen jullie even kijken naar Ariana. En dan zie ik jullie bij een nieuwe weekverslag volgende week. Doei!